Baas is er voor iedereen tussen de 17 en 27 jaar oud. Het maakt niet uit of je een diploma hebt of in welke situatie je zit. Baas is voor alle jongeren in de gemeente Landen die willen ontdekken waar hun talenten het beste bij passen. Zes maanden lang, 20 uur per week aan de slag met trainingen, workshops en projecten. Nou, welkom, fijn dat jullie uh, aan willen schuiven. Uh, Donna, laat ik met jou beginnen, want wat is Baas en wat doen jullie? Ja, helemaal goed. Baas is er speciaal voor de jongeren uit de Vijfheerenlanden en omstreken. Tussen de 17 en 27 jaar oud. Die eigenlijk een tussenjaar willen vullen met een stukje persoonlijke ontwikkeling. Uh, voor heel erg talent en kwaliteit gericht. En ze gaan bij ons ook echt uit hun comfortzone. Ook soms wel een beetje spannende dingen doen. Maar mm. we zijn ervan overtuigd als je dat doet, dat daarin de meeste groei zit. En dan meld ik me aan bij jullie. Stel dat ik zeg: van, nou ik heb een tussenjaar of ik heb even helemaal geen zin om iets te doen. Ja. Wordt er dan ook iets van mij verwacht? Ja, we verwachten wel een stukje intrinsieke motivatie. En daar bedoelen we mee dat je het echt zelf wil. Mm -hmm. Dus dat je niet gestuurd wordt vanuit school of vanuit je ouders, maar dat je echt zelf denkt, ik wil een half jaar lang de tijd nemen om aan mezelf te werken. We vragen namelijk wel en we gaan je leren om als, als een echte baas in die auto te stappen. Je pakt dat stuur vast met beide handen en je bepaalt jouw route. En daarin geven we de jongeren zoveel mogelijk. Uh om dat doel te kunnen behalen. Ja, en met auto, uh, auto en het stuur pakken... denk ik dat je het overdrachtelijk bedoelt. Ja, ja, klopt. Ja, ja. precies. Ja, 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 ja. En dan, uh, is het 40 uur per week? Of is het uh, net zoveel als dat je zelf wil? Het is maandag, dinsdag en de vrijdag. En dat is ongeveer 16 uurtjes per week. En onze nieuwe groep start ook 27 september. Zoeken jullie daar nog... Uh... Jeugd voor of jongeren voor? Ja, we hebben nog plek voor een aantal aanmeldingen. Ik moet wel zeggen, de Septembergroep is ontzettend populair. Mm -hmm. Maar we hebben zeker nog ruimte over. Dus mocht iemand interesse hebben, meer dan welkom. En wat krijgen de, de jongeren ervoor terug als ze bij jullie aansluiten, behalve een geweldige ervaring? Kunnen ze dit nog meenemen, bijvoorbeeld op een, een cv door middel van een getuigschrift of zo? Ja, ze kunnen het op een cv zetten: dat ze een half jaar lang aan hun persoonlijke ontwikkeling hebben gewerkt, maar ook een stukje impact daarbij hebben gedaan. Dus ook echt het verschil hebben gemaakt voor iemand anders in de maatschappij. En aan het eind van het baastraject word je een eindbaas, hoe wij dat noemen. En dan krijg ik daadwerkelijk een certificaat met de behaalde uh, ja, kwaliteiten en um, hoeveel uren je hebt gelopen op impactprojecten. En dat kun je natuurlijk weer aantonen op je cv. Ja, en met z'n allen bedenk je dan een project? Um, voorheen hebben we dat met z'n allen een project gedraaid. Daar zal Petra straks wat meer over trekken, mm -hmm. vertellen. Maar voor de nieuwe bazen gaan we vooral op individueel niveau. Zodat we ook echt aan kunnen sluiten per jongeren wat zij interessant vinden. Dat klinkt uh, superleuk en superinteressant. Ik ga inderdaad even naar je buurvrouw Petra, want jij bent, uh, laat ik maar zeggen, projectleider. Uh, wat voor type projecten hebben jullie gedaan? Kun je gewoon eens uh, aangeven van waar ik aan moet denken? Uh, nou, Bijvoorbeeld het laatste project dat we hebben gedaan, dat is uh, Trash Cash. En dat is een project waarbij de jongeren met plastic afval een kunstwerk hebben gemaakt. En tijdens dat project hebben ze heel veel geleerd. Vanuit ons hebben ze heel veel geleerd over plastic, het probleem van plastic afval, zwerfafval. We hebben heel veel verschillende excursies gemaakt, bijvoorbeeld naar Enjoy Cleaning Up. Dat is een heel leuk initiatief uh, van mensen uit IJsselstein die met honden uh, plastic afval verzamelen. Dus dat was ook heel leuk voor de jongeren om ja, te dat, zien. dat klinkt heel, heel interessant. Daar kom, kom je ook niet zomaar, denk ik. Nee, nou in principe kan je daar altijd aan meedoen. En zeker als je zelf een hond hebt, kun je ook je hond trainen. Maar ik vond het zo'n leuk initiatief en ik dacht ook van, nou dat is vast iets wat de jongeren aanspreekt ook. Dus ik dacht, nou dat is een, een leuke excursie. En zo hebben we nog meer uitstapjes tijdens het project gedaan om wat meer informatie te krijgen over het probleem van plastic afval. En daarnaast hebben ze een uh, heel mooi ontwerp gemaakt zelf, onder begeleiding... Uh, van een hele grote wereldbol, gemaakt van plastic. En die wereldbol hebben ze dan uh, Planet Zero gedoopt. En uh, die staat nu nog in Vianen. Maar eigenlijk is het de bedoeling, uh, dat is dan het vervolgtraject... waarvan we hopen dat het ook doorgang kan uh, hebben... Mm -hmm. Uh, om daar een educatief project aan te hangen, waar ook weer een van de jongeren die daaraan heeft meegewerkt gaat meewerken, is de bedoeling. En dat we dan bijvoorbeeld op scholen ook uh, de boodschap van Plant Zero uh, kunnen overbrengen. Ja. Nou weet ik dat jij een uh, filmpje hebt gemaakt. Zullen we daar eens naar gaan kijken? Ja, lijkt me leuk. Het is mooi hoe het laat zien hoe zo'n project werkt. Petra, je zegt zelf: uh, gaat dan een van de jongeren van dit project zou dan weer verder gaan met het verhaal. Um, is dat dan op vrijwillige basis? Want ik denk, zo'n jongen wil misschien ook wel weer naar school of, of iets anders gaan doen. Uh, ja, dat is uh, niet helemaal. Tenminste, het, het is natuurlijk vrijwillig dat ze eraan meewerkt, mm -hmm. maar het is wel de bedoeling dat ze er een vergoeding voor krijgt. Dan moet ze een soort van Uber, baas dan? Moet ik dat dan op die manier zien of dat niet? Uh, ja, het is, is wel de bedoeling dat ze als, als baas echt ook uh, zelf uh, uh, gaat meedraaien. Ja, daar ja. kan ik wel iets aan toevoegen. Mm -hmm. Wij noemen dat ambassadeur, dus dat, dat ze dus echt ambassadeur worden van ons en daar op die manier ook. Uh... Hun eigen bijdrage, en dan kiezen ze ook zelf om dat voor te zetten, ja. dat uit te dragen, omdat ze dat oprecht belangrijk vinden. Dan komt er dus uit een project waar iemand eigenlijk instapt, uh, omdat ze misschien niet helemaal weten wat ze zouden moeten gaan doen, komt dus uiteindelijk uh, dit naar voren. Ja. Prachtig, toch? Ja, super. Door het onderzoeken en ontdekken van verschillende dingen... erachter komt waar je kwaliteit en misschien wel je talenten liggen. En zo komen heel veel bazen erachter wat ze eigenlijk heel leuk vinden... maar wat ze daar nooit vanaf wisten, zeg maar. Ja, mooi. Ja. Ik heel even terug naar het project. Want uh, je ziet dan zo'n prachtige bol met, met afval. Uh, maar hoe, hoe wordt die gemaakt? Kun je eens heel kort uitleggen hoe dat, dat dan uiteindelijk gemaakt is? Uh, je, alles begint natuurlijk met een schets. Uh, uh, ik had van tevoren wel een stappenplan gemaakt, zodat het voor hun ook overzichtelijk en hanteerbaar was. Van welke stappen moet ik nu zetten om van een ontwerp tot echt een eindproduct uh, te komen? Uh, daarbij zijn ze natuurlijk ook door ons begeleid qua constructie en zo. He, dus het begint met een schets, dat wordt eerst in het klein uitgewerkt. Daarna uh, ga je het in het echt, uh, met echte materialen kijken welke materialen zijn nou het meest geschikt. Uiteindelijk hebben we dus met uh, ijzeren ringen gemaakt, uh, aan elkaar gelassen. Dus ze hebben ook leren lassen bijvoorbeeld. Dus er komen ook heel veel praktische vaardigheden, dingen die ze nog nooit hebben gedaan. En uh, waarvan ze ook ontdekken: van, hé, hey, dat kan ik dus ook. Weet je, dat is zo leuk aan zo'n project: dat je allerlei dingetjes tegenkomt, waarvan ze dan zeggen: van ja. Ik heb het nooit gedaan, maar hé, hey, ik kan het ook. En dat ja. versterkt weer je eigen waarde en het gevoel van hé, hey, ik kan meer dan dat ik eerst dacht. Ja, dat neem je mee in de toekomst. En daar word je natuurlijk alleen maar sterker van en groter van. En nu gaf je al aan dat het toch wat meer individueler gericht gaat worden. Hoe moet ik me daar een voorstelling bij maken? Wat voor voorstellen je daarbij kan maken, is dat we vooral gaan kijken op basis van de vrijwilligerswerkprojecten in de vijf landen mm -hmm. uh, Waar is er behoefte aan en waar kunnen wij bij aansluiten? Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat wij uh, op dit moment een meisje bij ons in de groep hebben met licht autisme. Maar omdat zij dat zelf ervaart, eigenlijk ervaringsdeskundige is in die zin, wil zij graag andere jongeren helpen die ook autisme ervaren. En zij gaat dan dus als gastrouw te werk bij een autismecafé. Als je het mij ja. vraagt, is het een gouden combinatie ja. dat iemand op die manier uh, daarvan zijn kracht kan maken en anderen daar weer verder mee kan helpen. Ja, dus we gaan echt kijken naar het individu. Wat past bij jou, maar wat vind je ook leuk? Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Ja, dus vooral ja. ook de samenwerking met andere organisaties. Ja. ja, zeker. Je gaf al aan, hij startte op 7 27 september. Ja. Um, een half jaar. Waar kunnen mensen meer informatie vinden? We hebben een website, www.mdtbaas.nl, maar we hebben ook Instagram, dus daar kunnen ze op vinden. En, nu, nu hoor ik jou zeggen MDT, waar staat het MDT voor? Maatschappelijke diensttijd, ja. Dat is, dat is een soort van um, vrijwillige... Ja. Dienstplicht. <laughs> Grappig dat je het vraagt. Daar heeft het eigenlijk helemaal niks mee te maken. Maar MDT is een landelijk iets. MDT is ook in meerdere gemeentes gestart. En wij zijn het vanuit de gemeente Vijf Landen. En wij hebben onszelf onze eigen naam gegeven, De naam Baas. Dus echt baas te worden over je eigen leven. Daar echt zelf de regie in handen over te nemen. En MDT hoort daarbij vanuit een stukje landelijk iets. Ja. Ja. Nog één keer de website. Want het is altijd fijn als ze dat nog een keer horen aan het eind van een gesprek. www.mdtbaas.nl ik vond het een leuk gesprek. Ik wens jullie succes. En wie weet tot de volgende keer. Bedankt. Ja, Dankjewel. Hartstikke bedankt.